dus we gaan nog niet slaan. Het is een oefening om te zien van, hey, hoe kan ik nou kracht uit die heupen halen. Kun je dus traplapjes voor je borst houden? Dus echt gewoon van tegenhand. Als ik zo sta, of zo, en ik heb mijn arm al helemaal gestrekt, dan kan ik in principe vanuit die arm heel weinig power aan. Wat ik nu ga proberen, dus goed zinken, is er alleen maar mijn heup draaien. Probeer hem weg te duwen. Dus we gaan niet één slaan, je hebt hem hier. Eén. Goed, stevig staan, sta ik hier. Dan kan ik mijn heup goed draaien. Dus gezonken. Heup optillen. En er nu vanuit draaien. Goed, alleen maar weg duwen. Wat je ook kan doen, is als je mijn stapje achter je hoofd gaat, dan kan je nog inleunen. Eén. Nu zit echt, voel ik heel duidelijk waar hij tegen mij aan de maan doet. En dan probeer ik dus gewoon terug te doen. Pas op, is het jezelf ook niet gaat leunen en dan dit weer. Dus zelf rechtop blijven staan en dan je heup weg. Alleen maar weg, niet gaan staan. Heup goed zetten. Eén en draai. Niet alleen maar één heup naar voren duwen, ook de andere bewust terughalen. Ja, dus veel mensen alleen maar dit en heup draai niet zo, maar in dit vlak. Goed optillen, staan, heup naar achteren, heup naar voren. En het helpt als je andere arm meebreekt. Dus als je met links doet, 4, 1, 2. Hier kan ik niks mee. Als je heel erg gebogen zou zijn, heb ik er nooit genoeg kracht in om hem weg te duwen. 1, dus iets. Bam. Alleen maar weg doen. Dus voel je in plaats van met je arm. Vanuit je heup, de kracht op hebben. Dan moet alles wel ontspannen zijn. Als hier die kracht vandaan komt, en die moet ik zeg maar, die kracht moet ik doorsturen naar mijn vuist toe, dan mogen er hier geen blokkades zitten. Er zit mijn schouder heel erg vast. Nou, draai mijn heup om, dan kan die kracht niet door. Dus je schouder, die moet ontspannen zijn. Die elleboog moet ontspannen zijn. Alles moet ontspannen zijn om die kracht door te kunnen laten lopen. Als ik hier iets te veel gebogen heb, dan zit maar, zeg maar een blokkade, kan die energie niet verder. Dus goed, ontspannen blijven. En als het op een gegeven moment langzaam duwt, als dat een beetje gaat, kun je proberen nog het wat explosiever te doen. Ja, dus dan probeer je je heup iets sneller weg te zetten en hem daarmee weg te duwen. Je voeten, eerst iets meer, dus net zoals je gewoon recht, zet je rechtervoet een klein beetje naar achteren. Ook nu is het alleen maar een voorbereiding, dus steeds een oefening. Dus kom je aan de lach, iets van je af. 1. Dus ik kan hier weer raken, voet inzakken, draaien. Pas op dat je niet te ver draait, want dan blokkeert het hier. Dus houd het open. 1. Dus je draait eerst een beetje terug. Ga je nu naar voren draaien en gooi je hand naar voren. Dus je doet niet dit. Nu gebruik ik alleen maar deze spieren. Nou, mijn lichaam is zo groot. Ik gebruik maar 3% of zo. Dat is niet heel erg economisch. 1. Dus 1. Goed. Wegdraaien. Indraaien. En vanuit hier alles naar voren gooien. Ja. En moet je dus ook ontspannen houden. Met dat hier blokkade zit, breekt het af. Dus dit moet allemaal ontspannen zijn. Wegdraaien. En naar voren gooien. Ja. Wegdraaien, ontspannen houden, in en naar voren gooien. Behalve dat je dus je heup moet gebruiken, behalve dat je één heup gebruikt, kan ik ook, net als bij dat wegduwen, het verplaatsen van mijn evenwicht gebruiken. Dus ook weer echt heel erg uitvergroot. Ik zet al mijn gewicht bijna allemaal hier in mijn rechterbeen. Dan draai ik weg, dan gooi ik al dat gewicht naar mijn linkerbeen toe, duw mijn heup uit en van daaruit gooi ik mijn hand naar voren. En dan gebruik ik dus mijn hele lichaam om mijn hand naar voren te gooien. Nogmaals, dit is alleen mijn arm, dit is mijn heup en mijn arm. Dit is het verplaatsen van mijn evenwicht en mijn arm. Ja? Dus als je een hele sterke arm hebt, dan kan dit nog steeds heel erg hard aankomen, absoluut. Maar of dit komt harder aan, het komt in ieder geval over het algemeen sneller aan, of je hebt er veel minder energie bij nodig.
En nu komt alles alleen op die arm aan. Hier komt alles op het hele lichaam aan. Dus let weer op, dat is belangrijk. Het verplaatsen is niet zo moeilijk, het wegdraaien niet. Maar je wilt dit hier niet dichtgooien. Dus door naar achteren te zinken, kan ik hier ruimte houden in mijn lies. En dan nu naar voren en die arm uit. 1 en die arm uit. 1 en die arm uit.